Kun je dat nog herinneren? Dat je een aantal jaren terug, of ik weet niet, een tijdje geleden, dat je van die polsbandjes had waarop stond, What would Jesus do? WWJD. Ken je die nog? Wie had zo eentje om? Oh, kijk, nog steeds. Nog meer die hem nog steeds om hebben? Nee, ik zou je eerlijk zeggen, ik wou nooit een om. Niet omdat ik niet wilde doen wat Jezus van me vraagt, maar ik vond dat bandje nogal dat ik dacht, ik vind het zo onpraktisch. What would Jesus do? Want ik ben namelijk iemand, bij mij moet theorie wel in de praktijk kunnen omgezet worden, anders kan ik niks met de theorie. En dan zo'n bandje met WWJD erop. Ik snap helemaal het initiatief hoor. En voor iedereen zal dat goed zijn, behalve voor mij. Want ik ga dan altijd redeneren. En dan denk ik van, oké, wat zou Jezus nu gedaan hebben? A of B of C. Terwijl je op dat moment iets moet kiezen en dan kom ik er niet uit. En dan loop ik vast in mijn hoofd en denk ik, ja, maar misschien zou Jezus wel dit gedaan hebben. Ja, maar er zou ook een kans zijn dat hij dat gedaan had. En dit was misschien beter dan dat. Je ziet, ik ben een heel ingewikkeld mens. Vandaar dat ik dus altijd bezig ben voor mezelf, dat ik denk van oké, hoe zit dat nou in de praktijk en maak het nou voor mij zo simpel als maar kan. Toen sprak Lodewijk vorige week over dat Jezus het eikpunt van ons leven mag zijn. En dat we de Heilige Geest nodig hebben om Jezus ook te blijven zien als het eikpunt. En dat hij ons helpt omdat Jezus ons eikpunt is, omdat we anders dus niet recht lopen. Nou, dat vind ik dan weer zo'n fantastische theorie en dan denk ik bij mezelf, en hoe doe je dat dan nou, hè, op maandagmorgen? Of hebben jullie daar geen last van? Geen last van. Ah, nou ja, als je er geen last van hebt, doe je oren lekker dicht. Want ik dacht, ik ga vanmorgen met jullie daar eens nou eens op in en dat dan eens wat praktisch maken. Hoe doe je dat nou, als je dat verlangen hebt of daarvoor gekozen hebt, dat Jezus het eikpunt van je leven is? En dan gaan we eerst eens een tekst lezen in de Bijbel, in Jesaja 9, vers 5... We kennen hem denk ik allemaal wel van kerst. En voor mij is dit heel krachtig samengevat wie Jezus nou is. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. En deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Dit is wie Jezus is, samengevat in deze tekst. Hij is een wonderbare raadsman, die goddelijke held, sterke God, wordt er ook wel gezegd. Eeuwige Vader, hij is onze vredevorst. Dat is wie Jezus is. En als we dat nou eens nemen, deze tekst, samengevat als dat eikpunt waar wij ons leven op mogen eiken. En dan mag de PowerPoint even aan. Als dat lukt. Ja. En dan heb ik ze daar neergezet. Wonderbare raadsman, sterke God of goddelijke held. Is net welke vertaling je leest. Eeuwige Vader, vredevorst. Deze namen zou hij krijgen. En ik heb er eentje aan toegevoegd. Immanuel. God met ons. En dan kom je op 5, als het ware, richtpunten van wie Jezus is. En nou wil ik je wat vragen om te doen. Deze 5 staan hier, die hebben we net uit Jesaja 9 vers 5 plus Immanuel hebben we eruit gehaald. En dan ga ik een minuut stil zijn. En een minuut klinkt soms heel erg lang. Maar ik wil je vragen om in die minuut gewoon eens naar deze 5 namen van Jezus te kijken. En voor jezelf de vraag te stellen, deze 5 namen van Jezus. Wat zijn die voor mij? Gewoon die hele simpele vraag, deze 5 namen van wie Jezus is. Wat betekent dat voor mijn leven? Ik ga nu een minuut stil zijn en we gaan er eens met elkaar over nadenken.
En nou heb ik erachter gezet wat het voor mij is. Dat hoeft niet voor jou te zijn, maar dat is het wel voor mij. Ik heb er als het ware een beetje vertaald naar mezelf. Hij is mijn wonderbare raad, want hij weet alles wat ik weten moet. Alles in welke situatie in het leven ik ook ben. Wat ik ook tegenkom, waar ik ook kom te staan, wat ik ook nodig heb. Hij weet alles. Maar hij kan ook echt alles. Ik hoef nooit bang te zijn dat er ook iets is wat onmogelijk is bij God. Hij kan alles. Eeuwige Vader, hij heeft mij altijd lief. En dat is zo'n geruststelling als je dat weet. Dat er een Jezus is. De Zoon van God die mij, gewoon zoals ik vandaag ben. Misschien ben ik morgen wel nog mooier of nog beter. Maar vandaag houdt hij van mij zoals ik vandaag ben. En hij zal mij voor altijd lief hebben. Vredevorst, hij geeft mij rust. En ik mag leven in rust. Wat mijn omstandigheden ook zijn. Ik mag leven in rust omdat hij mijn vredevorst is. En Emmanuel, hij is altijd bij mij. Ik ben nooit alleen. En welke situatie ook ben, hij is altijd bij mij. En misschien heb jij andere dingen ingevuld. Of misschien lukt het helemaal niet om erover na te denken. Dat geeft helemaal niks. Maar ik wou je dat gewoon laten zien. Dat we voor vanmorgen, voor vandaag. En ik heb dit altijd als mijn eikpunt voor mijn leven. Dit is heel samengevat, heel kernachtig. Maar zo ontzettend krachtig wie Jezus is voor mij. Nou wil ik je iets gaan uitleggen. Wat misschien best even ingewikkeld is. Ik hoop het niet. Ik heb in ieder geval mijn best gedaan om het voor jullie in Jip en Janneke taal uit te leggen. En ook voor mezelf. Ik zeg altijd, ik kijk naar het jeugdjournaal, want dan snap ik hoe het zit. Ik hou gewoon dat het simpel is en dat ik het snap. En zet die eerste plaatje er maar even op voor mij, Lodewijk. Mooi poesje, hè? Kat, ik weet niet wat het is. Nou, ik zou je vertellen, als ik dat net voorlees, wie Jezus is voor jou en voor mij. Dan moet ik ook heel eerlijk bekennen dat ik in mijn leven, gewoon in mijn dagelijks leven, dat niet altijd ervaar. Die krachtige held die Jezus is voor mij. Dat hij mijn vredevorst is. Ik heb niet altijd die vrede. Ik heb niet altijd die rust. Dat is er niet altijd. En eigenlijk komt dat, de wetenschap heeft eigenlijk ontdekt dat jij en ik eigenlijk, er zijn twee toestanden, gemoedstoestanden waar jij en ik in kunnen verkeren. Nou, ik ga heel kort die twee gemoedstoestanden uitleggen. En die eerste die zag je net daar op het scherm. En het makkelijkste is aan de hand van een kat. Want bij een kat kun je dat namelijk ook heel duidelijk zien. In die eerste gemoedstoestand en de ene en de andere gemoedstoestand, de een is niet beter dan de andere. Het zijn er gewoon twee waar wij als mens in kunnen verkeren. En die eerste is dat wij heel erg behoefte hebben om onszelf te beschermen. En dat wij heel erg behoefte hebben om iets te ontvangen. Dus we zijn bezig om ons te beschermen. En we zijn bezig een bepaalde behoefte te krijgen. Nou, die andere. Toen was die weer weg. Ik heb nog een kat. Hele lieve. Dat is de andere gemoedstoestand waarin we kunnen zitten. Laat die maar eventjes erop staan. Dan kan ik daarboven, daar kan ik eventjes wat over gaan vertellen. Eigenlijk deze twee katten laten zien in welke twee gemoedstoestanden wij in ons dagelijks leven kunnen zitten. En die kunnen gewoon, zelfs binnen een seconde kun je switchen van de een naar de ander. Nou, die eerste wat ik al zei, is dus dat je de behoefte hebt om jezelf te beschermen. En dat je de behoefte hebt om iets te krijgen. En die andere, die wordt wel, ik heb hem hier rust genoemd. Hij wordt ook wel kalmering genoemd. Of voor jezelf zorgen. En als je er een hele mooie Bijbelse, of ja, wat meer naar de Bijbel gelinkte term, shalom, is ook een hele mooie term hiervoor. En eigenlijk zijn wij dus in ons leven, switchen we al door van die ene gemoedstoestand naar die andere. En waarom heb ik nou voor een kat gekozen, zou je kunnen denken. Nou, bij een kat kun je dat heel mooi zien. Je ziet wel eens een kat die lekker in het zonnetje ligt te slapen. Dan is helemaal ontspannen. En dan in één keer komt daar een grommende hond aan.
En dan in één keer heel ook de fysieke vorm van de kat verandert. Zijn rug gaat anders staan, zijn ogen gaan anders staan. En hij heeft in één keer heeft hij een houding van, oeh, wat gebeurt hier? Ik moet mijzelf beschermen, er is een hond. Of je kunt ook die kat kun je door de tuin heen zien lopen. En dan is die wat laag en dan is die op zoek naar een muisje of een vogeltje. En op dat moment is die kat in een toestand van behoefte. Ik heb behoefte aan eten in dat geval. En zijn hele fysieke toestand verandert om op dat moment zijn behoefte aan voedsel te kunnen bevredigen, ledigen. Hij heeft op dat moment een muisje of een vogeltje nodig. Nou, wat ik al zei, bij ons is dat eigenlijk precies hetzelfde. Ook wij kunnen van in die ene gemoedstoestand en in die andere gemoedstoestand zitten. Nou, als we in die gemoedstoestand van behoefte zitten of bescherming, dan is dat eigenlijk nodig omdat er op dat moment iets gebeurt waar wij nodig vinden dat wij bescherming nodig hebben. Ik ga je gewoon een heel praktisch voorbeeldje noemen. Jij zit in de auto en je rijdt en je staat bij een stoplicht en het stoplicht schiet op groen. Dus jij trekt op en je gaat rechtdoor rijden. En in één keer komt er van rechts heel hard een auto aanrijden die door het rode licht rijdt. Dan binnen echt een fractie van een seconde heb je op de rem getrapt. Je hebt misschien je stuur omgegooid. En je hebt het net weten te voorkomen dat je in een auto-ongeluk zit. En dan zit je daar in je auto en je hart gaat tekeer. En je denkt, wat gebeurde hier net? Heb je dat wel eens meegemaakt, zo'n moment dat je denkt, wat gebeurde hier net? Nou, dat is, terwijl jij misschien net heel relaxed in je auto zat te rijden, binnen een fractie van een seconde is jouw hele lichaam, net als bij die kat die in één keer een hond aan ziet komen, is je hele lichaam in een toestand van bescherming terechtgekomen. Van een op de andere, dat gaat echt in een fractie van een seconde. En je voelt daarna ook dat je hele hart tekeer gaat. Dus je hartslag zit heel erg hoog. En het bonkt bijna in je hoofd. En op dat moment heeft je lichaam in hele korte tijd een hele grote prestatie geleverd. Je hartslag is omhoog. Je ademhaling zit heel hoog. Je zit echt hier misschien wel te ademhalen. Hier gaat het en heel snel. Dus je adem zit heel erg hoog. En je bent op dat moment eventjes heel alert, in een hele alerte fase. Wat gebeurt er? Wat is er gebeurd? Hoe kan dit? Voor de mensen die dat interessant vinden, anders vergeet het maar gauw weer. Je dopamine en serotonine niveaus zijn in je hersenen eventjes woef, omhoog gestegen. En als dit gewoon kortdurig is, omdat je op dat moment gewoon eventjes jezelf moest beschermen omdat die auto eraan komt, is dat geen probleem. Je lichaam is daarvoor gemaakt. God heeft dat zo ontzettend prachtig in ons geschapen. Want weet je wat er eigenlijk op dat moment gebeurt? Jij rijdt en je weet van niks. En in een ooghoek zie je die auto aankomen. En binnen een, nou, laten we zeggen, een tiende van een seconde weet jij te reageren. Eigenlijk wat er op dat moment gebeurt, is dat dit gedeelte van je hersenen eventjes helemaal geblokkeerd wordt. En met het voorste gedeelte van je hersenen, je neocortex heet dat, daar denk je mee, daar redeneer je mee. Daarmee kun je oplossingen bedenken. Maar als jij op dat moment in je auto zou zitten en je zou denken, wat zal ik doen? Zal ik nou naar rechts gaan of zal ik naar links afbuigen? Zal ik een beetje de rem intrappen of moet ik heel hard nu op de rem trappen? Ben je te laat en ben je dood? Dus op dat moment is wat nodig is om uitgeschakeld te worden, wordt uitgeschakeld. En wat nodig is om aangezet te worden, ingeschakeld te worden, wordt aangezet. En waardoor je heel adequaat en direct kunt reageren. Heel mooi systeem. Alleen als die te lang aanstaat, en ik zal je zo uitleggen waarom dat soms kan gebeuren, dan noemen we dat stress. En zijn we eigenlijk voortdurend in die fysieke toestand dat alles net een beetje te hoog is. Want wat ik al zei, dit stuk van onze hersenen wordt op dat moment even uitgeschakeld, zodat we heel goed en heel adequaat kunnen reageren. Misschien kun je wel, ik had het laatst dat ik een theedoek van het aanrecht af wou trekken. Maar terwijl ik hem van het aanrecht af trok, en ik zag dat niet, stond er ook een glas een stukje op. Dus ik trek hem eraf en dat glas dat valt zo mee het aanrecht af. En dan heb je hem in één keer beet. Ken je dat? Dat je denkt van jeetje, wat een reflex heb ik in één keer. Dat is hetzelfde systeem. In één keer heb je je reflexen gaan werken. En gelukkig in dit geval had ik dat glas. Ander grappig voorbeeldje trouwens is, dat gebeurde deze week, van donderdag op vrijdagnacht
word ik opeens wakker. Lodewijk was me heel hard aan het trappen. Echt. Heeft ze nog nooit gedaan. Dus ik word wakker en ik roep, wat doe je? Je zit me heel hard te trappen. Nou, wat bleek nou? Hij had een droom waarin hij vast zat in een auto en ik werd gekidnapt. Toch wel romantisch was het nog. En hij trapte heel hard, zogenaamd, in zijn droom tegen die deur aan. Dus hij had op dat moment, schoot hij in zijn droom in die gemoedstoestand van bescherming. Dat is wat hij deed. En in zijn droom was hij zichzelf dus aan het beschermen, of eigenlijk mij. Maar hij was in alle staten om die deur open te krijgen. Maar het was maar een droom. Maar ik werd in werkelijkheid wakker en ging ook van rust in één keer in die gemoedstoestand. Ik was hier aan de hand, dus ik roep heel hard. Niet doen, wat doe je? Hou op! Je zit me te trappen. En het gekke is daarna, oké, het was maar een droom, dus je draait je allebei weer om. Maar ik kon niet slapen daarna. Want mijn hart ging tekeer en ik was echt klaar wakker. Dus het heeft echt, het was al tegen de ochtend, volgens mij ben ik niet weer helemaal echt in slaap gevallen. Maar dat laat dus zien dat er continu van dat soort situaties zijn om onszelf te moeten beschermen. En wat nou zo is, stel je hebt dat met die auto gehad, hè, dat je op de rem trapte, je zet hem neer en je hart bonkt. Op dat moment was het nodig dat je lichaam in die staat reageerde. Maar stel nou dat je 's avonds in bed ligt. En je ligt lekker onder je dekbed. En opeens denk je weer terug aan wat er die dag gebeurde. Dat jij ternauwernood een ongeluk hebt weten te voorkomen. En je denkt weer aan dat moment. Dan kan het zijn dat je lichaam weer per direct schiet in diezelfde toestand. Weer gaat je ademhaling omhoog. Weer gaat je hart tekeer. Weer gaat je hele lichaam reageren. En als het ware kom je weer even in zo'n hele verhoogde situatie terecht. Terwijl de werkelijkheid is dat je gewoon lekker in je bedje ligt en het gewoon veilig is. Er is niks aan de hand. Je hebt helemaal op dat moment deze fysieke reactie helemaal niet nodig. Dat is onzin, want je ligt gewoon in bed. Maar dat laat iets zien van onze hersenen, hoe capabel die dus zijn om iets te kunnen wat aan de ene kant soms heel handig is en in een geval als dit helemaal niet zo handig is. Want zo zie je dus ook dat op die manier ook trauma's continu weer herbeleefd kunnen worden. En je continu weer in diezelfde fysieke toestand zit die op dat moment dat je bescherming nodig had even goed was. Maar die op momenten dat je helemaal niet in een gevaarlijke situatie zit, gaat je lichaam toch zo reageren terwijl het niet nodig is. Je kunt hem ook positief gebruiken hoor. Stel ik vraag aan jullie om allemaal even je ogen dicht te doen en je mag nadenken over je meest fantastische vakantie. Dan gaat je lichaam precies andersom reageren. Je bent helemaal niet op vakantie, je zit hier gewoon in de kerk en je moet naar mijn preek luisteren. Maar doordat je als het ware gaat fantaseren over iets wat er niet is, en in dit geval een heerlijke vakantie, misschien hou je van het strand en palmbomen en lekker blauwe lucht en je hoeft niks en je voelt de wind door je haren gaan en je denkt, dan gaat je lichaam reageren alsof het in staat van die ontspanning en rust is. Apart hè, dat wij dat dus kunnen. Wij kunnen dus ons voorstellingsvermogen gebruiken. En ons lichaam reageert daarop. En dat kan dus positief, maar dat kan ook negatief zijn. Nou, dit was eigenlijk even een voorbeeldje over bescherming. Ik zette er ook bij behoefte. Want het is natuurlijk niet zo dat wij alleen maar zo reageren in een geval van bescherming, maar ook behoefte. Wij hebben ook allerlei behoeften. Net zoals die kat af en toe de behoefte heeft om naar voedsel, op voedsel te jagen, hebben wij ook de behoefte naar van alles en nog wat. En het kan zijn dat je een hele diepe behoefte hebt om op dat moment dat iemand even iets aardigs tegen je zegt. Je kunt de behoefte hebben dat iemand van je houdt. Je kunt de behoefte hebben om, het kan ook gewoon eten zijn. Als je heel lang niet gegeten hebt, kan je lichaam ook reageren omdat je gewoon heel erg behoefte hebt aan eten. Maar een ander voorbeeld kan bijvoorbeeld ook carrière zijn. Stel, je staat met een aantal vrienden te praten en die hebben het over hun opleiding en wat ze doen en hoeveel geld ze verdienen. En jij staat daartussen. En in één keer gaat ook dat systeem aan en je denkt, chips, ik kan helemaal niet meepraten. En er ontstaat per direct een behoefte aan, wat kan ik doen, wat kan ik in mijn leven krijgen, zodat ik ook kan hebben wat zij hebben.
En op dat moment, dat heb je vaak helemaal niet door, maar gebeurt er in je lichaam een beetje hetzelfde. Ook je ademhaling gaat omhoog. Er gebeurt van alles, omdat eigenlijk jouw lichaam zich ook aan het voorbereiden is, omdat jij eigenlijk tegen jezelf zegt, ik heb ergens behoefte aan. En of dat nou een reële behoefte is of geen reële behoefte is, of het nou echt is of niet echt is, dat maakt niet uit. Jouw hoofd vertelt jouw lichaam op dat moment dat er een nood is en dat je behoefte hebt aan iets. Nou, die andere poes die daar zo lekker in zijn stoeltje ligt te slapen, die is in volkomen rust. En dat is eigenlijk een gemoedstoestand die het meest gezond voor ons is. Die andere gemoedstoestand van beschermen en behoefte is wel heel belangrijk. Als we daar niet in zouden kunnen komen, dat zou betekenen dat we waarschijnlijk niet een heel lang leven hebben. Omdat we wel voortdurend bepaalde behoeften willen ledigen. En omdat we onszelf moeten beschermen. Maar die andere van rust, van kalmte, die is wel ontzettend belangrijk. Weet je waarom? We hebben, als we in die gemoedstoestand zijn, hebben we een hele rustige hartslag. We hebben een hele diepe, kalme adem. We ademen dan met name uit de onderste laag van onze buik. Daar komt ook de adem vandaan. En op die manier verzorgen we ons lichaam ook met veel meer zuurstof. Er komt even heel veel goede zuurstof. Als je sport, ik weet niet, ik heb zo'n sportjuf en die zegt ook altijd, goed om je ademhaling denken, want dan komt er veel zuurstof naar je spieren, anders hebben die oefeningen nog geen zin. Dus een diepe ademhaling is gewoon voor je lichaam ontzettend belangrijk. Je bent heel erg ontspannen. En voor de mensen die dat dan weer interessant vinden, het hormoon oxytocine, het hechtingshormoon, wordt op dat moment meer aangemaakt. En als je op langere periode in die zeg maar slapende katfase of in die rustende katfase bent, die kalmte en ontspanning, dan gaat je immuunsysteem wordt versterkt. En dat is heel gezond voor ons. En wat ik al zei, dit stukje van je hersenen is in optimale staat om goed na te kunnen denken, om oplossingen te kunnen verzinnen, om langetermijn na te kunnen denken. En het is zo gezond voor jou en voor mij om heel veel in die rustfase te zijn, in die kalmtefase. Niet alleen omdat dat gewoon prettig voelt, maar ook omdat het fysiek voor ons gewoon heel gezond is. Nou, wat ik al zei, er kan van alles dus zijn, hè, waardoor je niet langer in die kalmte of rustfase bent, maar waardoor je in die beschermende of behoeftefase terechtkomt. Maar er is ook iets wat niet alleen dromen, zoals ik krijg een trap van Lodewijk, of er valt iets op de grond, of je komt een auto-ongeluk tegen, of wat dan ook. Maar heel veel van ons denken, wat ik net eigenlijk ook al zei, hè, dat wij ons denken ook kunnen, als het ware, sturen in welke gemoedstoestand wij zitten. En ik ga natuurlijk nu jullie niet meten. Ik kan niet allemaal apparatuur aan jullie ophangen. Maar stel, gewoon zoals je nu zit. Ik weet zeker dat er hier mensen zitten die op dit moment in die ontspannen, gewoon comfortabel met jezelf gemoedstoestand zitten. Je zit hier ontspannen, je ademhaling is rustig, je hartslag is rustig. Maar ik weet zeker dat er hier ook mensen zullen zitten, om wat voor reden dan ook, dat maakt helemaal niet uit, waar dat niet zo bij is. En gelukkig hoor, ik kan dat echt niet aan je zien vanaf hier. Maar als we apparatuur op je zouden plakken, die zou dat waarschijnlijk kunnen meten. En dat is gewoon zoals het is. Maar heel veel van wat bepaalt in welke gemoedstoestand wij verkeren, heeft te maken met ons denken. Heeft te maken met onze overtuigingen. Nou, dat wil ik je als tweede uit gaan leggen. Nou, en waar wij van overtuigd zijn in ons leven, dat zit opgeslagen in ons onderbewustzijn. Daar hebben we een heel mooi plaatje van. Het geëikte plaatje. Heel bekend. De ijsberg. Als je hem niet kent, geeft het ook niks hoor. Maar deze wordt gewoon altijd heel veel gebruikt. En eigenlijk, wie wij zijn, is een soort ijsberg. En je bewustzijn zit boven water. En dat is wat jij bewust wilt, denkt of doet. Dat is als het ware waar je bij kunt. Je zou het ook kunnen vergelijken met een computerscherm. En dat is gewoon op dat moment wat zichtbaar is op jouw computerscherm. Op je computer staat nog veel meer. Maar alleen wat op dat moment op je computerscherm zichtbaar is, dat is je bewustzijn. Dus daar kun je als het ware bij. Maar een veel groter gedeelte van ons, dat is ons onderbewustzijn. En daar zit van alles in. Gewoonten, patronen, overtuigingen. Eigenlijk is dat ook maar goed, want tussen ons bewustzijn en ons onderbewustzijn, daar zit een soort filter.
Zodat niet continu alles wat er in ons onderbewustzijn plaatsvindt in ons bewustzijn zou komen. Want bijvoorbeeld in ons onderbewustzijn wordt ook onze ademhaling geregeld. Nou, je zou toch helemaal knettergek worden als je daar continu bewust van bent. Het is maar goed dat dat gewoon allemaal lekker niet in ons bewustzijn zit. Dus het is heel goed dat God dit zo gemaakt heeft. En dat daar een filtertje tussen zit. Nou zou je kunnen zeggen, hoe wordt als er dan zo'n filter tussen zit, tussen mijn bewustzijn, hè, mijn beeldscherm en de computer zelf, hoe gaat die communicatie daar dan tussen? Nou, eigenlijk wat wij bewust opvangen, dat doen we met onze zintuig, met wat we zien, met wat we horen, met wat we proeven. En we zien en horen en ruiken veel meer dan dat er op ons beeldscherm komt. Veel meer. En alle informatie die eigenlijk op dat moment niet nodig is, dat wat op ons beeldscherm in ons bewustzijn komt, dat verdwijnt gewoon naar ons onderbewustzijn. En eigenlijk, één van de dingen waarmee ons onderbewustzijn communiceert naar ons bewustzijn, zijn onze emoties. Wij kunnen van alles voelen. Ik voel me verdrietig, ik voel me boos, ik voel me chagrijnig, ik voel me kribbig. Ik ben bang, ik heb hier geen zin in, ik voel weerstand. Gewoon wat we voelen. En eigenlijk is wat wij voelen, daar laten we het heel vaak bij. Nou, wat ik je vanmorgen dus eigenlijk ook uit wil leggen, is dat wat wij voelen, is als het ware een soort bootje van wat er in ons onderbewustzijn afspeelt naar ons bewustzijn. En waar ik voor vanmorgen even op in wil zoomen zijn onze overtuigingen. Want die zijn heel belangrijk. Als we even naar het voorbeeld teruggaan van die auto. Je hebt dat zogenaamde bijna auto-ongeluk gehad. Het kan zijn dat je opeens een overtuiging krijgt. In de auto zitten is gevaarlijk. Die had je daarvoor nooit. Maar het auto-ongeluk brengt in één keer de overtuiging in je hoofd. Dat heb je niet door hoor, dat zit in je onderbewustzijn. In de auto zitten is gevaarlijk. En elke keer als je weer in die auto zit, gaat je hartslag weer heen. En je kunt niet meer goed en helder nadenken. En je denkt, laat maar. En je stapt er weer uit. Terwijl er op dat moment helemaal geen gevaar is. Maar je hebt een bepaalde overtuiging gekregen. En die overtuiging brengt jou in een bepaalde gemoedstoestand. En dat is waar ik het vanmorgen met jullie eigenlijk over wil hebben. Dat wij onze overtuigingen die wij hebben, en die hebben we allemaal, duizenden, miljoenen overtuigingen hebben wij. En daar leven wij uit. En die overtuigingen, dat is het hem nou juist. Die mogen wij gaan eiken aan wie Jezus is. Maar nu vraag je je misschien af. Oké, een overtuiging. Wat is nu precies dan zo'n overtuiging? Nou, ik heb er een paar neergezet om je gewoon eventjes dat te laten zien. Wat zijn nou precies overtuigingen? Hoe werkt dat nou precies? De eerste. Dat begint dus, eigenlijk kunnen we bij zo'n overtuiging komen door te gaan leren luisteren naar ons gevoel. En niet alleen te denken, ik heb een gevoel, maar te gaan beseffen dat dat gevoel dus iets zegt over wat in ons onderbewustzijn aan overtuiging ligt. En ik wil je heel eerlijk zeggen, dat als je dit leert, en als je dus gaat leren om te komen, niet alleen te blijven stilstaan bij je gevoel, wat in je bewustzijn komt, maar dat je gaat leren welke overtuigingen ten grondslag liggen aan je gevoelens, dan ga je iets heel krachtigs ontvangen, waar God doorheen kan gaan werken met zijn geest, waardoor je echt je praktisch dagelijks leven kunt gaan eiken aan wie Jezus is. En het gevolg daarvan is dat je steeds meer in die gemoedstoestand van rust en kalmte kunt leven. Omdat er niet langer overtuigingen zijn die jou als het ware, zonder dat je doorhebt, drijven naar die gemoedstoestand van bescherming of heel sterk behoefte hebben aan iets. Nou, hier staat één zo'n overtuiging. De eerste, ik voel me kribbig. Wie heeft dat wel eens? Heel menselijk gevoel. Ik voel me kribbig. Ik voel me chagrijnig. Ik voel me gewoon even niet leuk. Iedereen schudt elkaar hier heftig de hand. Heel goed. Daar hebben we allemaal dus wel eens last van. Nou, hoe kom je nou eigenlijk van je gevoel dieper naar beneden? Is gewoon door jezelf de waarom-vraag te stellen. Waarom voel ik me kribbig? Nou, in dit geval, ik ben moe. Opnieuw een waarom-vraag. Totdat je komt bij je overtuiging. En in dit geval, ik heb gewoon weinig geslapen.
En waarom zet ik deze erbij? Omdat niet elk gevoel die we hebben een of andere misovertuiging heeft. Oké? Gewoon, we zijn ook wel eens moe. We zijn ook gewoon wel eens verdrietig. Omdat we gewoon even iets zagen op tv wat ons raakte. Gewoon niet heel ingewikkeld overdoen. Soms zijn er gevoelens en emoties die gewoon niet heel diep zijn. Oké? Maar we gaan nu naar de tweede. Ik voel me verdrietig. Dat gevoel kun je benoemen. Ik voel me verdrietig. Waarom? Nou, dan kun je zeggen, ik ben gekwetst. Waarom? Ik voel me niet serieus genomen. Waarom? Ik voldoe nooit helemaal, lijkt het. En waarom? Ik ben minder dan de anderen. En nu lees ik dit eventjes heel snel voor. Maar eigenlijk is dit best heel erg lastig. Dit is niet heel makkelijk. En des te meer je dit leert om te doen en je veilig voelt, want hier is heel veel veiligheid voor nodig, om echt bij je overtuiging te kunnen komen. Want als je je niet veilig voelt, dan kom je per direct in die modus van bescherming. En dan lukt het niet. Maar als je je veilig voelt en je weet het is oké wat ik uiteindelijk dan maar vind aan overtuiging, dan je lichaam gaat direct rustiger reageren en is het makkelijker om daar te komen. Dat is niet soms binnen een minuut. Soms duurt het wel een dag voordat je daar bent. Ik heb wel eens gehad dat het een maand duurde voordat ik ergens kwam en dat geeft niks. Dat is niet erg. En weet je, jij en ik hebben een God die jou en mij lief heeft zoals we zijn. Niet zoals we zouden moeten zijn. Niet zoals we misschien denken dat we zouden moeten zijn. We hebben niet een God die van ons houdt volgens wat wij elkaar op de levensgroep vertellen misschien wel. Hoe we denken wat het goede antwoord is over God. Maar God houdt van jou met wat onze echte overtuigingen zijn. En ik ben overtuigingen van mezelf tegengekomen. Waar ik vandaag, daar schaam ik me voor om die hardop te zeggen. Maar bij Jezus is geen schaamte. Hij heeft elke schaamte, elke angst, elk oordeel heeft hij aan het kruis genomen. Dus als er iemand is in wiens aanwezigheid het veilig is om de waarom-vraag te stellen bij wat je voelt en te komen bij je werkelijke diepe overtuiging, dan is dat Jezus. Want hij heeft jou en mij lief zoals wij zijn vandaag en morgen. De derde. Ik voel me boos. Waarom voel ik me boos? Ik mag mijn collega niet. Dat kan. Waarom? Hij doet het niet zoals ik het wil. Waarom? Nou, ik vind gewoon dat ik het beter kan. Dat kan, hè? Maar dan ga je dan even weer verder. Maar waarom? Eigenlijk, en daar kom je al wat dieper, schaam ik mij voor hoe hij het doet. Waarom? Nou, wat kunnen anderen dan wel weer niet van mij denken? En wat anderen van mij denken is belangrijk voor mij. En één ding waar ik van overtuigd ben, gewoon als ik de Bijbel lees, maar ook als je de wetenschap af en toe wat serieus neemt, doe ik niet altijd, maar soms wel. Dan als diep in onze overtuigingen, die laatste lagen van onze overtuigingen, dan zitten wij bij angst en oordeel. En als je daar kan komen bij jezelf, bij welke angst heb ik echt? En welk oordeel zit daaraan gekoppeld? En je durft dat te doen omdat je weet dat het niet uitmaakt waar je op uit kan. Welke angst en welke oordeel ook. Omdat het veilig is bij Jezus. Omdat het veilig is bij Hem, want Hij houdt toch van mij. En dan mag ik eerlijk zijn naar mijzelf. En mag ik eerlijk van wat er diep in mijn onderbewustzijn zit en wat mij soms drijft in onrust en angst, mag ik brengen in het licht van Jezus. En mag ik eiken aan wie Hij echt is voor mij. En de laatste slide. Onze overtuigingen geëikt aan Jezus. En dan zien we even weer die twee lieve katjes van het begin. God verlangt ernaar dat jij en ik eigenlijk zijn in die toestand van deze slapende kat. In die toestand van ontspanning. In die gemoedsrust. Ontspannen ook met mezelf. Dat ik hou van mezelf zoals ik ben.
En dat het niet erg is als ik af en toe mezelf moet beschermen of dat ik ergens mee bezig ben om iets te krijgen, omdat dat soms gewoon nodig is. God heeft dat zo gemaakt. Het is geen een of ander duivelsysteem. Dat is gewoon hoe God jou en mij gemaakt heeft. Maar hij heeft jou en mij gemaakt om wel in ons leven eigenlijk alleen in noodzaak daar te zijn. Maar in de rest van ons dagelijks leven voortdurend in die toestand van rust en kalmte te mogen verkeren. En als ik heel eerlijk naar mijn eigen leven kijk, dan is dat best een worsteling. Maar weet ik ook, en als ik terugkijk op mijn leven, dat ik daarin ben gegroeid. En dat is wat ik vanmorgen met jullie wil delen. Dat wij mogen groeien naar Jezus toe. En dat we onszelf dus eigenlijk ook serieus mogen nemen. Dat jij, wat jij voelt en wat jij denkt en wat je meemaakt, dat je dat serieus neemt. En ik wil je gewoon vertellen hoe ik dat zelf laatst deed, om het op het laatst ook gewoon nog even praktisch te maken. Helemaal niet zo lang geleden, ik denk een week of 3, 4 geleden, was ik ergens geweest waar ik heel erg zin in had om daar naartoe te gaan. En ik kwam thuis en ik had een gevoel waar ik niet eens een woord aan kon geven. Ik kon het niet eens beschrijven, maar het was gewoon niet een fijn gevoel. En Lodewijk zag dat aan mij en hij vroeg, wat is er? En ik zei, ik weet het niet. Ik zei, ik heb gewoon zo'n gevoel, ik weet niet, voelt niet. En hoe kwam dat dan? Ik zei, ik weet het ook niet. Maar vanuit dit wat ik heb geleerd, merk ik dan aan mezelf dat ik onrustig ben. Dat gevoel iets zegt tegen me van onrust. Nou, voordat ik dit ontdekt had, dan had ik dat gevoel gewoon. En dan was dat er gewoon. Maar ik heb geleerd om dat gevoel van mezelf serieus te nemen. En altijd naar God te gaan en te zeggen, Heer, ik voel iets onrustig, ik voel niet zo leuk. Wat is dit? Gewoon die vraag aan God te stellen. Heer, help mij. Want dit is wat ik voel. En ik ben gewoon een tijdje voor de kachel gaan zitten. We hebben een houtkachel. Omdat ik weet dat als ik in rust ben, dat ik dan ook beter daarbij kan komen. Dat als mijn ademhaling rustiger is, dat mijn denken ook helderder is. Dus ik heb gewoon een plekje gezocht waar ik even tot rust kon komen. Waar ik even geen kinderen om me heen had, maar gewoon tot rust. Ik zei, Heer, ik wil gewoon even nadenken. En wilt u mij helpen om met dit gevoel te komen bij mijn diepe overtuiging? Want ik denk dat er iets zit. Want ik had zo'n zin om daarheen te gaan en ik kwam terug. En er is niet eens wat gebeurd. En toch kwam ik thuis met een gevoel van, voel me niet helemaal leuk. En terwijl ik daar zat, ging ik die waarom vragen aan mezelf stellen. Waarom voel ik dit? En op een gegeven moment kon ik voor mezelf het antwoord geven. Ik ben bang voor kritiek. En ik zal je zeggen, toen ik daar kwam op dat stukje, ik zat rustig voor mijn kacheltje. En ik kwam op dat stukje, ik ben bang voor kritiek. Ik zal je zeggen, ik vloog van mijn krukje af. Mijn lichaam ging direct weer in die toestand van de jagende kat. Van de kat die zich wil beschermen. En ik ging door de keuken heen lopen en ik werd onrustig. Want dat gevoel van waar ik even bij kwam, ik ben bang dat ik kritiek ga krijgen. Dat was daar even weer heel levendig, omdat dat mijn voorstellingsvermogen kan doen. En ik zit gewoon rustig in mijn kamertje, er is helemaal niks aan de hand voor mijn kacheltje. Maar toch kwam ik daar bij die, en ik ben gewoon weer gaan zitten. Ik zei, Heer, ik ben hier nu. En Heer, wat is deze angst? Ik heb hem gevonden. Ik heb mijn eigenlijke angst gevonden. Eigenlijk, als ik er heel diep over nadenk, ben ik bang om negatieve dingen, om kritiek te horen. Ik zei, Heer, wat is er aan de hand? Waarom? Waarom ben ik daar zo bang voor? En heel langzaam kon ik ook bij het stukje komen waar ik mezelf op oordeelde. En weet je, dat is best even ouw. Want ik dacht zelfs, ik dacht dat ik daar klaar mee was. En dan vind ik het toch nog. En tegelijkertijd in die toestand weet ik dat ik zo geliefd ben door Jezus. En zullen we Jesaja 9 vers 5 er nog eventjes weer opzetten. Ik weet dat ik een hemelse vader heb die zo ontzettend veel van mij houdt. En welke angst en welk oordeel ik uiteindelijk ook bij uitkom. Ik ben veilig bij hem. En weet je, op dat moment mag je de Heilige Geest uitnodigen. Dat heb ik ook gedaan voor mijn kacheltje. Ik zei, Heilige Geest, wilt u komen? En ik wil nu deze angst en dit oordeel waar ik eigenlijk nu uit ben gekomen en die ik niet fijn vind en die diep geworteld zitten in mij, die wil ik in uw licht brengen. En ik wil ze spiegelen tegen wie u bent. Tegen Jesaja 9 vers 5. Dat u mijn wonderbare raadsman bent. Dat u mijn sterke God bent. Dat u mijn held bent.
dat u Immanuel bent, dat u mijn vredevorst bent. En wilt u komen met het antwoord, zodat ik de leugen die hierachter zit, waar ik in geloof, dat ik die weg kan doen. En weet je wat ik zo mooi vind? Dan gaat God spreken tot je. En dan gaat hij zijn waarheid, wat waar is, gaat hij aan je uitleggen. En dat kan misschien een plaatje. Soms is het gewoon in één keer weg. En dan denk je, ik snap het. Maar hij gaat werken in je hart. En dat kan, geloof ik, echt alleen Gods geest doen. Ik snap echt niet hoe mensen dit zonder God kunnen doen. Want je komt echt wel een eentje, hoor. Maar als Gods geest dat allerdiepste laag van jezelf mag komen, je geeft hem daar toestemming voor. En echt, lieve mensen, daar is veiligheid voor nodig. En ik wil je zeggen, wij hebben een God die zoveel van je houdt, die je nooit af zal wijzen. Wat voor kromme dingen je ook vindt in je eigen onderbewustzijn. Wat voor lelijke dingen je daar ook vindt. Hij houdt van jou. En juist omdat hij je zo ontzettend lief heeft. En hij zegt, ik ben die machtige God. Ik ben jouw Abba Vader. Ik ben Immanuel die altijd bij je zal zijn. Die je nooit zal verlaten. Ik ben jouw vredevorst. Wat je omstandigheden ook zijn. Bij mij mag je altijd je rust en je vrede ontvangen. Wat er ook is. Dan kunnen mijn overtuigingen die niet in lijn zijn met wie mijn Jezus is, in lijn komen met hem. En weet je, op het moment dat mijn overtuiging in lijn komt met Jezus, kan ik ook in die gemoedstoestand van rust zijn. Wat zo goed is voor mij, wat God bedacht heeft. En dat is wat ik geloof, wat God zo verlangt voor jou en voor mij. Dat wij leven in die rust en die vrede van Abba Vader. En dat wij in ons dagelijks leven onze overtuigingen mogen eiken aan wie hij is. Hebben wij geen machtige God? Ik vind hem zo fantastisch. Dat wij niet hoeven te zoeken naar, ja, hoe moet het dan? Maar dat wij het gewoon mogen brengen in het licht van Jezus. Hij die alles weet. Die alles kan. Die er altijd is. Die mij altijd lief heeft. En mij altijd zijn rust en zijn vrede gunt. En dat met zijn geest, zijn wind, zijn adem, hij door mij heen wil waaien. Om naar boven te brengen wat nog niet in lijn is met hem. En dat hij altijd van mij, wat vandaag nog niet bij mij in lijn is met hem, hij houdt toch van mij. Is dat niet wonderbaarlijk? Ik vind het zo liefdevol van hem. En zo houdt hij van jou. En verlangt hij voor jou dat wat je omstandigheid ook is, welke dreiging je misschien ook ervaart, welke behoefte er misschien in je is waar je onrust van ervaart, waardoor je niet in die rust bent. Hij wil jou helpen door zijn geest om in die diepe lagen van onszelf te komen. Zullen we samen gaan staan? En ik wil dit gewoon voor je bidden vanmorgen. Lieve Hemelse Vader, ik wil u danken voor elke schepping die hier vanmorgen zit. Elke man, elke vrouw, jong of oud, met welke achtergrond dan ook, u heeft ons lief. Heer, hoe wij hier ook staan, misschien met overtuigingen in onze ziel die heel erg geëikt zijn aan u, Jezus. Of misschien met heel veel overtuigingen die eigenlijk nog helemaal niet geëikt zijn aan u. Ondanks dat we misschien wel het goede antwoord kunnen geven. Maar u houdt van ons. En u zegt in Psalm 139 dat u onze gedachten al kent voordat we ze zelf gedacht hebben. Hoe veilig is het bij u? En Heer, dank u wel dat u door uw geest wil waaien in ons. En dat uw geest in die diepste lagen van onszelf kan komen. Daar waar ik zelf niet eens kan komen. Daar waar ik de waarom vraag stel en er niet eens kan komen. Omdat het soms gewoon te eng is om er echt te durven kijken. En daar komt u met uw geest. En uw geest heeft u gegeven. Ik dank u daar zo voor. En ik wil bidden voor ieder die hier staat, dat we dat geschenk van u mogen ontvangen. En we willen u danken dat u, Jezus, voor ons gekomen bent en aan het kruis alles gekocht en betaald hebt. Eens en voor altijd. En dat ik in dat licht mijzelf mag stellen met u. En dat het veilig en dat het oké is. En dat u zoveel van ons houdt, dat u elke overtuiging van onszelf waaruit wij leven, dat u dat wil nemen en de waarheid eroverheen wil zetten. En de waarheid eroverheen wil blazen.
en dat het veilig is bij u. Niets is raar in uw ogen, gewoon omdat u van ons houdt. U wijst ons nooit en ten nimmer af. En Heilige Geest, ik wil bidden dat u meegaat met deze lieve mensen. Deze mannen en deze vrouwen. En Heer, dat u waait in hun ziel. En zodat Jezus dat uw werk kan doen. Om ons te transformeren, om ons denken te vernieuwen. Want dan zal ook ons handelen anders worden. Dan zullen onze, hoe we reageren, hoe we doen, wordt anders. En ik dank u wel voor het wonder van uw kruis. In Jezus' naam. Amen. Waardevol Leven Gemeente brengt mensen voort die zijn gefundeerd in genade, gedreven door liefde, geleid door de Geest en gericht op de grote opdracht.